Goedenavond beste kijkers en welkom bij het Schooljournaal. We behandelen de volgende onderwerpen op school, namelijk pesten. En criminaliteit. We lieten onze reporters los op de leerlingen en leerkrachten en dat leverde mooi beeldmateriaal op. Kijk even naar het fragment. Fragment. Ja, hier ter plaatse reporter Bunwa Dunnelit. We gaan even na hoe het zit met de leerlingen en wat zij denken over pesten. Dag leerling, wat is uw naam? Michiel. Michiel? Wij noemen nu Michiel, alstublieft. Oké, laat maar. Wat vindt u van de sfeer in deze school? Vooral druk voor te beginnen. Wacht even. Ja? Oké. Zet maar verder. Dus zoals ik al gezegd heb, druk, veel kliekjes, geen samenhangende sfeer. Anders rustig. Rustig, ja. Ik kan het wel zeggen dat we de rustige school hebben hier. Wat vindt u over, wat hebt u een mening over pesten? Over pesten, ja, het zitten hier waarschijnlijk wel wat pestkotten op school. Onder andere vierde jaar zijn we grote muil gekregen. Ik ga geen naam noemen hier. Lijkt me het verstandigste om geen naam te noemen. Bent u zelf ooit slachtoffer geweest van pesten? Nee, ik was eerder de pestkop. Vroeger het lager dan. Heb je nog een standpunt in verband met de leerkrachten? Over pesten dan? Ja, over pesten. Ik weet niet, ik denk niet... De leerkrachten zijn er ook niet tot in staat om ons te pesten, maar ik denk wel dat er onder de leerkrachten doorgepest wordt. Jawel. Ik bedoel, bijvoorbeeld, kan mij wel voorstellen dat meneer Verkruijs meneer Kemzik uitlacht om een baviaan, of dat omgekeerd, dat meneer Verkruijs er toch een beetje frituur deed zien. Allee, als je hem zo ziet lopen op, ik zou hem toch ook uitlachen, ik zou het zo zeggen. Kemzik, ja, altijd fel willen doen, in zijn t-shirt rondlopen bij min 3. Oh, we zijn ook geen Eskimo's, hè? Nee, maar wat baviaan natuurlijk. Of gefritureerd. Oké. Dit was reporter ter plaatse Bunwa Dunnelit. Even overgaan naar reporter ter plaatse Herbert de Smet. Herbert, hoort u mij? Ja, hier reporter ter plaatse Herbert de Smet. We hebben net de leerlingen gehoord over pesten. Maar wat denken de leerkrachten hier eigenlijk over? Wij gingen even op onderzoek uit met Schooljournaal. Dag beste kijkers, Herbert de Smet. Hier vandaag bij ons de enige echte meneer Verkruijsen. Dag meneer Verkruijsen, hoe gaat het met u? Ja, werkt u hier al. Oké, dan maar over naar het interview. We hebben gehoord van uw collega's dat u een echte pester bent. Hebt u nooit medelijden met uw slachtoffers dan? Nee, natuurlijk niet. Ah zo, en hoe lang bent u dan bezig met deze praktijk? Het is nu mijn 8e jaar. We zijn dan nu 22. Oei, meneer Verkruijsen. Gaat u wel eens naar het toilet? Consequent wel, maar wel. En wat doet u dan zoal als u een leerling pest? Geef eens een voorbeeld. Lijfstraf, denk ik. En hebt u dan later nog iets van die leerling gehoord? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Wat doet u dan bijvoorbeeld als de ouders komen klagen? Ik probeer conflicten te vermijden en als het echt nodig is. En als die dan dreigen geweld te gebruiken, wat doet u dan? Hopen als ze maar meer dan 20 zijn voor hen dan. Ja man, meneer Verkruijsen. We hebben gehoord dat u ook wel eens leerkrachten pest. Iemand speciaal in gedachten of nee? Goh, meneer Kemzik of zo. Beschrijf meneer Kemzik eens. Veel haar, is aapachtig, eet veel bananen, dacht ik. En heeft u ook dan zo'n koosnaamje voor hem? Een baviaan. Oei, ja. Oké dan. Bedankt voor het interview. Het was een aangenaam gesprek. Over naar de volgende kandidaat dan. Ja, en dan zijn we aangekomen bij de volgende kandidaat, namelijk meneer Kemzik. Meneer Kemzik, sorry voor de toch wel wat hinderlijke geur, maar uw voorganger had wat last van windigheid, dus. Meneer Kemzik, weet u het goed te vinden met uw collega-leerkrachten? Nee, uiteraard niet. Oei, hebt u wel enige vrienden onder de leerkrachten?
Nee. Ja, en meneer Chris noemde u een baviaan. Hoe is het in de kudde? De sfeer is verbeterd de laatste tijd, ja. Ja, maar tussen ons gezegd en gezwegen, wat vindt u eigenlijk zelf van meneer Verkruis? Ja, die ziet er nogal gefrituurd uit. Kijk eens aan. Ander onderwerp nu. Hoe lang bent u eigenlijk al leerlingen aan het pesten? Het is mijn 9e schooljaar. En we hebben ook gehoord dat u niet vies bent van een lekker stukje mensenvlees. Hoe serveert u die het liefst? Voorzien van een goede portie saus. Kortom lekker, weliswaar. Maar de laatste weken is wel verbeterd dat er ook groenten aangeboden worden. En wordt u zo nooit eens beetgenomen door leerlingen die beweren dat ze een interview gaan doen voor binnen de NS, maar eigenlijk gebruiken ze dat helemaal in plaats van dat dan gewoon. En zelfs er andere vragen bij, zodat hij denkt dat hij eigenlijk antwoord heeft op andere vragen, maar eigenlijk zijn dat helemaal andere vragen. Waardoor het lijkt dat eigenlijk redelijk belachelijk zit. Wordt dat niet? Ja, het valt wel mee, maar ik denk dat ik daar wel goed mee, dat ik dat wel goed kan relativeren. Bedankt voor dit gesprek en terug over naar de studio. Rare jongens, die leerkrachten. In het volgende onderwerp zijn we een oude vriend tegengekomen. En bij de volgende beelden ziet u onze reporter die een eindbalans opmaakt. We kijken even naar het fragment. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Hier Herbert Smet om de eindbalans op te stellen. We kunnen namelijk concluderen uit deze filmfragmenten en interviews dat er helemaal niet gepest wordt op school. Het college is een zeer vredesvolle omgeving waar er niet gevochten wordt. We hebben je! Terug naar de studio! Zo, dat was het dan weer voor deze keer. Het waren opnieuw spetterende beelden. Tot de volgende! Doei. Dag!